De Nederlandse boekenwereld vercommercialiseert in hoog tempo. Een voorbeeld. ACO-ketendirecteur Ton Dreesman gaat het aanbod van 1500 boektitels per winkel terugbrengen tot 400. En uitgevers moeten betalen als ze met hun boeken bij de kassa willen liggen. Deze directeur gaat nog verder. Je kunt in ieder geval zeggen dat de onafhankelijke boekhandel en de literaire uitgeverij ten dode zijn opgeschreven. Dat wordt natuurlijk nooit meer wat. En daarom hanteren wij binnen het Aqualibrium Concern de Dreesman-filosofie. En die houdt eigenlijk kort samengevat in dat waar je niet zeker van bent dat het meteen verkoopt, komt de winkel eenvoudig niet in natuurlijk. Omdat het natuurlijk onzinnig is dat die uitgevers maar doorgaan met het maken van boeken in de hoop dat er iemand goed over zal schrijven en dat er een paar kopers tegenaan zullen pissen. Dat kan natuurlijk niet. Kijk maar naar een kruidenier. Die koopt ook geen 10 rollen koek in. Denkend, nou misschien verkoop ik er wel eens eentje. Dus dat houdt natuurlijk op. En ik zie een ontwikkeling in de richting van uitsluitend bestsellers binnen onze winkels. Heel klein assortiment, uitsluitend bestsellers. En bestsellers zijn wel degelijk te plannen. Dat is een kwestie van marketing. Dat is heel simpel. Die moet het alleen niet aan een zogenaamd bevlogen auteur overlaten. Met zijn dips en zijn zwarte gaten en zijn writersblok en zijn drankprobleem. Dus je moet een bestseller gewoon laten schrijven door een team redacteuren, zoals wij hebben. Allemaal schrijvers die niet aan de bak zijn gekomen. Dat ze A, te oud waren. B, drankprobleem. C, niet mediageniek genoeg, maar die kunnen wel schrijven. En dan maak je eerst dat boek. En daar kies je dan vervolgens een schrijver bij. Met een leuk kopie, een goede babbel bij Sonja. Leuk overkomt. En zo maak je een bestseller. Maar eerst het boek en dan de schrijver. Vond je soms zo'n soort talent scout van Ajax die te kijken is bij allerlei pupillenwedstrijden. Maar luister vrij nou. Dit is een manuscript. Het is de eerste autobiografische roman van een vertegenwoordigster van de achterbankgeneratie. En daar zoek ik dus een schrijfster bij. Eens zat ik op de achterbank van onze Volvo 740. Mijn moeder had me net van paardrijden gehaald. En nu bracht mijn vader me naar celloles. In de voorjaarszon weerkaatste kleine schilfers roos op zijn veel te jeugdige suede jack. De weg schoot onder mij door zoals mijn eigen leven voorbij zoefde. Veel te snel om vast te pakken. Waarom mocht ik alles? Kreeg ik alles? Had ik alles? Ik leek gelukkig, maar hurkerde naar grenzen, regels. Ik voelde mij verstrikt. En in de gruwelijke paradox die mijn hele generatie teistert. Ja. Wij zijn de gevangenen van onze vrijheid. Elk kind dat ik kende speelde de baas over 2 of meer slaven. De al dan niet gescheiden ouders. Ik ging liggen op de achterbank en beet hard in het zwarte kalfsleer om niet te hoeven huilen. Ja, dat is heel erg goed. Dat is heel erg goed. Ik denk dat we hem hebben. Zullen we even met papa en mama gaan praten? Ja. Ja? Oké. Kijk, met zo'n auteur heb je ook geen alcoholprobleem. Geweldig, we hebben hem. Kom maar. Hebben ze. Dat was goed. Hoe vind je het zelf het verhaal? Leuk, hè? Meneer De Wit, voor zover ons nu bekend is, bevindt zich alleen nog wat gas onder de Sint-Jan-kathedraal in Den Bosch. Maar dat zou zonde zijn. Nou, u zegt het zelf, het zou zonde zijn. Dus je mag met een nationaal cultuurmonument, dat risico van beschadiging, dat mag je eenvoudig niet lopen, nee, dat mag je niet riskeren. Nee, meneer De Wit, u verdraait mijn woorden. Ik bedoel, nee, dat doe ik niet. Zonde om te boren, een paar miljoen kuub gas.